We hebben vanaf dag 1 natuurlijk diepe teleurstellingen. Ik heb alleen maar elke dag in verslagen kunnen zeggen dat ik alleen maar problemen had. Dat begon met technische problemen, dat begon met allerlei randapparatuur die kapot ging, dynamo's die kapot gingen. Nou ja, het kan niet op. Vandaag hadden we ook weer heel veel problemen. We kwamen vandaag met een kapotte radiateur te staan, een kapotte rembooster. Nou ja, en dan op de duur is natuurlijk ook een keer de maat vol. En de emmer heeft bij mij dan overlopen dat ik gewoon de laatste proef gewoon niet meer mijn eigen was. Ik heb nu gewoon een nieuwe Peter leren kennen. En die is vandaag gewoon letterlijk en figuurlijk uit de bocht gevlogen. Op wat voor manier? Nou ja, ook moreel, maar ook gewoon fysiek. En dit waren de uitgangspunten niet. En natuurlijk lag de lat voor mij erg hoog. Ik had gezegd, nou, van het jaar ga ik voor het podium. En daar ging ik 100% voor. Daar had ik alles aan gedaan. Ik had ervoor getraind. Ik had er met die jongens compleet nieuw materiaal voor staan. En ja, als je dan zo van de koude kermis thuis komt, ja, dan slaat er wel in zijn bom, ja. Kwam de frustratie er in één keer uit? Ja, nou, ik denk wel dat het wel mee te maken heeft. Als je inderdaad al bijna 6-7 dagen met problemen kampt, dan ben je op de duur gewoon een keer zat. Alhoewel de tweede proef gewoon heel goed ging, maar het ging misschien allemaal te makkelijk. En ik zat in een snelle bocht, het was gewoon vol gas, 140. En ik sla met mijn linker achterwiel in een hoop en de truck slaat finaal weg. Ja, en anderhalf zeker over mijn dak, dus toen lagen we. En het gevolg daarvan, goed, mijn pols is, ik denk, zwaar gekneusd, maar bij Jurgen, ja, we dachten eerst dat zijn schouder gebroken was, mijn navigator, maar die heeft uiteindelijk zijn sleutelbeen gebroken. Wat verwijt jij jezelf? Nou, in ieder geval dat. En ja, ik moet gewoon kalm aandoen. Ik moet gewoon veel kalmer doen en gewoon uiteindelijk genoegen nemen met de gevolgen die ik heb opgelopen in de problemen die ik de afgelopen 2 weken heb gehad. En als je dan inderdaad gewoon over je kunnen gaat, dat heb ik vandaag denk ik gewoon gedaan. Niet dat ik daar nou achteraf, nu de film terug, dat ik zeg van nou, ik ben over mijn kunnen gegaan. Maar dat is het natuurlijk wel.